Je ruikt de brandlucht nog voor deze kerk in de Haagse wijk Duindorp. Gisteravond, maandagavond, is die brand gesticht. Het is al meerdere avonden achter elkaar onrustig hier in deze Haagse wijk. En dat is allemaal sinds dat de organisatie van het vreugdevuur zich heeft teruggetrokken nadat de regels zijn aangescherpt. Groepen jongeren die lopen door de wijk, stichten brandjes en richten ook vernielingen aan. We werden zojuist ook aangesproken door politieagenten die zeiden: ja, we kunnen niet helemaal instaan voor jullie veiligheid. En dat laat zien dat de sfeer hier in de wijk gespannen is. Ze doen dit hun eigen dorp aan. Ze krijgen het niet van elkaar om die stapel door te laten gaan. En wij moeten er allemaal onder lijden. Joh, laat de jongens lekker daar bouwen, dan heb je hier ook wat rust. Ik weet het ook allemaal niet. En ik ga mij er ook niet mee bemoeien, ook, want daar heb ik het al gedaan. Ze hopen het voor oud en nieuw plat te krijgen. Want anders gaat echt de fik erin. En dat, ja, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. En vooral... U denkt dat deze kerk anders in de fik wordt gestoken? Ja, 1000%.